De leden van de Algemene Werknemersorganisatie bij het Ministerie van Openbare Werken, AWO, zijn vandaag akkoord gegaan met enkele eisen die het bestuur heeft gesteld aan de overheid. Dit gebeurde tijdens een algemene ledenvergadering in het Lalaroek-gebouw. Het gaat onder andere om verhoging van de kledingtoelage en het instellen van betere verzekeringsregelingen, zegt AWO-voorzitter Donovan Grep. Ja, we hadden dus vandaag een ALV, waarbij dus over verschillende punten gesproken is. Een van ze is de SZF-verzekering, wie dat een probleem is. En als vakbond willen we dus ook gaan kijken wat we voor onze leden kunnen halen. We hebben dus ook gesproken over de grondslagverbetering met betrekking tot de pensioenregelingen. Risico- en reinigingstoelage dat terug moet komen. Perceelaanvraag voor de leden, maar ook voor de bestuursleden. Want daarvoor moest de vergadering zich uitspreken als de bestuursleden ook mogen aanvragen. Daar is er ook toestemming voor geleend. De strafrechtelijk onderzoek van vervalste documenten met betrekking tot valse attesten, valse diploma's. Die zaken hebben we allemaal zo'n beetje besproken. Grep legt verder uit dat er leden van Marowijne tot Nikeri vertegenwoordigd waren op de ALV. Hij stelt dat er niet met slechts 50 leden in het district Paramaribo alleen een besluit genomen kan worden voor alle leden. U moet landelijk. En het heeft heel veel tijd gekost, maar het is toch gelukt. En we hebben alle leden zo'n beetje vanuit de verschillende districten binnen kunnen halen. Wat was die mensen hun reactie dus toen jullie de punten naar voren hebben gehaald? Nou, positief. En een van de zaken is ook die kledingstoelage die besproken zal moeten worden, marktconform. Toch? Nu betaalt men, of de overheid, 550 per jaar. Maar u begrijpt dat zelfs die 550 niet genoeg is. Dus we hebben het marktconform berekend en daar willen we 3000 SRD per jaar voor. Per persoon, ja. Het besluit om de kledingtoelage te verhogen moet volgens de vakbondsman doorstromen naar alle andere ministeries. Hij merkt op dat de andere vakbonden hetzelfde pad als de AWO moeten bewandelen omtrent dit vraagstuk.